die straf zal echt wel lager uitvallen hoor. Ik geloof nooit dat hij die straf krijgt, dat geloof ik niet. De Mos, dat is geen brave jongen. Hij zal de boel wel opgelicht hebben. Het OM wil dat hij 22 maanden, dus bijna 2 jaar de cel ingaat. Wat vindt u daarvan? Nou, hij heeft het verdiend. Hij heeft het verdiend. Ja, ik vind het heel erg. Ik vind het gewoon heel erg wat er gebeurt. En ik weet je, ik vertrouw die man nog steeds. Echt. Het Openbaar Ministerie is een zootje. Ze moeten Rutte en zijn knuiten aanpakken, niet Richard. Van Richard moeten ze met de klauwen afblijven. Hij kan wel zeggen, van, ik heb niks gedaan, maar hij wordt niet voor niks op de rechtbankje geroepen. Dus het is gewoon een lul. Simpelweg. Ik vond hem geweldig en ik vind het heel vervelend zoals nu die rechtszaak helemaal gaat. Echt eindelijk iemand die voor alle mensen klaarstaat. En dan krijg je dit weer. Ja. Richard de Mos. Even kan nog een keer herhalen, als het kan. Richard de Mos. Oh ja, het berucht, ja. Ja, ik vind het schandalig of zoiets. Want dan kan je wethouders niet meer vertrouwen. Dat is het grootste probleem wat ik dus vind. En laat die maar lekker zitten. Normale straffen dan normaal mensen ook krijgt. Want in dat opzicht zijn we heel zwak in het land, wat straf aangaat. Belachelijk. Ja, dit slaat nergens op. Er zijn moordenaars en weet ik het wat, die krijgen soms nog minder dan zo iemand. Het is echt schandalig. Die man is, zijn carrière is gebroken. Het is gewoon een goed mens. Ja, wat vindt u dan precies triest? Nou, dat hij de gevangenis in moet. Je hoge eis. Ik bedoel, ja, je vermoordt iemand. Dan krijg je loop je na een paar jaar vrij. En hij moet gewoon 2 jaar de gevangenis in. Ik denk dat er best wel iets aan de hand is. Het is natuurlijk niet voor niets. Maar ik vind de straf wat ze vragen wel erg hoog. Ik vind het eigenlijk nog te weinig ook. Hij is eigenlijk zo gezegd een voorbeeld voor Den Haag. Nou, lekker voorbeeld zo.